De glorie van Friesland is het prachtige zwartbonte vee dat in de hele wereld bekend is door zijn hoge kwaliteit. Eenmaal per jaar brengen de fokkers hun mooiste exemplaren naar Leeuwarden voor de tentoonstelling van het Friese rundveestamboek. Dit jaar had deze expositie een extra feestelijk karakter in verband met het 80-jarig bestaan van het stamboek. Op de eerste dag werden ruim 800 koeien aangevoerd, die door de eigenaars met zoveel zorg werden opgepoetst dat hun oren er soms van klapperden. Hoe groot de belangstelling ook internationaal voor deze tentoonstelling was, bleek uit de borden die in 5 talen gratis toegang verleenden tot het keuringsterrein. Op het grote terrein lieten deskundige keurmeesters hun ogen gaan over de paraderende dieren. Ook het publiek monsterde het vee met kennersblik. De jury wees ten slotte in de verschillende leeftijdsklassen 3 kampioenen en 3 reservekampioenen aan. Bij de productiekoeien werd de titel toegewezen aan de 10-jarige Grietje 135 van de bekende fokkerij van mevrouw Wassenaar Boelstra uit Jelsum, die dit voorjaar nog bezoek ontving van de Sjah van Perzië en ons koninklijk paar.